Vorig jaar was er ook Dutch Fellows en een van de Wired-journalisten noemde één start-up de hotste van Nederland. En dat was Fungdo. Wat is de naam van je start-up? Layergloss. Layergloss. Toen jij vorig jaar de hotste start-up van Nederland werd genoemd, hoe lang bestond je toen al? Wij zijn in 2010 begonnen, dus toen bestonden we al 2 jaar. Okay. Nou, Layergloss, wat doet dat? Layergloss is een online platform waarmee je op een hele makkelijke manier, zonder enige technische kennis, iPhone, iPad en HTML5 apps kan maken. En dat draait op? In de browser of draait het op de iPad of draait het waar? Nou, je maakt met onze tool kan je zeg maar online in de browser kan je de app maken. En het draait native op iOS. En daarnaast kan je het, zeg maar, wat je op native of iOS maakt, porten naar HTML5. En nou zijn er een ongelofelijke bak met dat soort tools om je te helpen om dat ze te doen. Waarom is die voor jou bijzonder? Omdat wij combineren weet ik eigenlijk nog niet. Hè? Bij een start-up is dat moeilijk. Een ton, een half miljoen, een miljoen, 10 miljoen? Nou, wij richten wel op 1,0 miljoen. Okay. Wat is het businessmodel? Wat kost het om jouw platform te gebruiken? We hebben een subscription model. En je kan al voor vanaf €200 per maand een app bij ons maken. En als je die app gemaakt hebt, moet je dan die €200 voor de rest van de tijd blijven betalen? Na 1 jaar... Ja, je moet hem minimaal 1 jaar nemen. En na 1 jaar is het per maand opzegbaar. Oké, okay, nou layergloss.nl of .com? .com. En onze voertaal is Engels. We zijn een internationaal bedrijf. In Nederland gevestigd. Dankjewel. De grote winnaar van vorig jaar. Van de Dutch Fellows die hier was. En met deze boeiende beelden over business development in Austin, Texas, nemen we weer afscheid van dit interview.